hier op mijn kanaal zitten vandaag spelen een potje Team Damage. Op de map komt bij een experiment de HVK 30 klas. Die een YouTuber genaamd Prestige is Key ook heel vaak gebruikt. En ik heb een paar keer dus zijn video gekeken. Ik zag dat hij met deze klas speelde. En ik zag hem er wel chill uit vinden zien. Vandaar dat ik vandaag op mijn speel. Wat op deze HVK 30 staat is een Elo site met long barrel en de grip attachment. We gaan kijken of deze ook echt chill is. Dus dat gaan we alleen maar zien door dit potje ermee af te maken. Er staat dus geen stok op deze AR. En stok is dus niet echt nodig in Black Ops 3 wat al aan is gegeven dus. Maar het is handig om te gebruiken. Dat zegt iedereen. Vind ik persoonlijk ook, want ik vind stok op een AR eigenlijk best wel chill. Maar het is niet zoals in Advanced Warfare dat je het echt nodig had ofzo. Maar sommige mensen vinden dat van wel. Ik heb hier dood erg geluk gehad, by the way. Dat ik hier niet dood ben gegaan. En dan ga ik op zo'n kut moment wel dood. Maar je moet de HVK 30 ook nog gold halen om diamond te unlocken op mijn assault rifles. Dus ik kan wel even met deze klas gaan spelen om uiteindelijk dus mijn golden HVK 30 te krijgen. Dat is ook mijn bedoeling een beetje. Dus eigenlijk ben ik wel blij met deze klas. Alleen weet ik nou niet of ik die gripper wel echt op wil houden. Dat doe ik echt alleen speciaal voor deze video. Maar ik moet nu iets van 35 hatchets ofzo. En die maak ik niet eigenlijk echt met grip erop. Dat is juist om je aim te verbeteren. Dus ik denk dat ik de grip ga vervangen voor high caliber. En dan gewoon even ermee gaan spelen totdat ik de headshots heb gehaald. Wat natuurlijk gewoon in één avondje kan. Als ik vanavond live ga, ga ik gewoon met dit wapen spelen. En dan zien we vanzelf al hoe lang het duurt. Oh, hij gebruikt reject. Ik zit vast. Kak. Hij staat nu op uit je reject. Of dat was dus niet hij. Voor de rest is het een shit klas. Dat moet ik wel toegeven. Dus als je hem wil hebben, gebruik hem. Ik heb deze klas ontdekt toen ik zijn video's natuurlijk ging kijken, zoals ik al zei. Kak. Serieus. Hij zit gewoon daar te campen. Maar oké. Oké. Netjes, netjes, netjes. We moeten de TDM potje wel vinden. Het is trouwens weer combine. Oh my god. Ik word geoutgunned door een fucking... weet dat ding? Pharaoh. Ik was even de naam vergeten. Wow. Maar ik moet die naam dus eigenlijk nog... Best wel veel wapens gold voor mijn AR diamond. Want... Oh, fucking lucky bastard. Ik moet de... XR2 nog. Free headshot, let's go. de XR2, de Shiva en dit wapentje. Dus het is te doen. Het is te doen, alleen moet ik ervoor gaan spelen. Daar ben ik altijd te lui voor. Ik vind het eigenlijk zo kut om wapens gold te halen. Dat vind ik nou echt kut om te doen. Zelfs voor Dark Matter te spelen, weet je. Ik weet dat sommigen van jullie het leuk vinden om te halen. Het is ook cool om te halen. Het lijkt me ook gaaf om wel diamond te hebben. Maar het duurt gewoon zo fucked up lang. Vooral dat de XR2 niet echt een chill wapen is ofzo. Vind ik het ook niet chill om daarmee te spelen. Ik weet niet hoe jullie dat ervaren. Laat het even in de comments achter. Maar ik vind het zelf niet echt... niet echt chill om met een wapen te spelen waarvan ik weet dat die niet slecht is. Maar vriend is die juist wel fucking chill. Als je de goede attachments erop hebt. Dat weet ik niet. Dus laat... Als jullie dat even... Als jullie er iets van weten. En je hebt al met de XR2 gespeeld. Of je hebt hem al gold. Laat even weten. Wat jouw attachments waren. Om hem makkelijk gold te halen. Oké, let's go. Dat was even een lekkere headshot. Ik heb mijn striekjes. Ik heb mijn sight. Beste combinatie er is. Let's go. Oh. Oh, hij killed de verkeerde. Hij killed het eerst de verkeerde. Kijk. Wauw. Hij was op de enemy. Op mijn teammate gericht. En hij killed dan mij. En die enemy gaat dan ook nog eens mijn andere teammate killen. Ah, oh, for fuck's sake. Oh, deze kill ik hem dood.
Holy shit, we hebben wel een lekker potje neergezet. Dus met de HVK 30. Oftewel, de Prestige is key class. Hij gebruikt deze altijd. Mocht je het leuk van deze video, laat je blauw duimpje omhoog achter. Helpt mij enorm. Hopelijk dat je het ook hebt gezien bij de video van morgen natuurlijk. Dus vergeet natuurlijk niet jouw blauw duimpje om deze video achter te laten. En bedankt voor het kijken naar deze video. Zoals ik het al zeg, jongens. Doei.